Erna Rosenberg, een Joods meisje geboren in Leeuwarden in 1928. En daar is nu een hele mooie expositie eigenlijk over gemaakt in het HCL in Leeuwarden. En ik ga hierover in gesprek met Pieter van der Ende. En ik zou zeggen, fijn dat je met ons in gesprek wil. Nou, ik vind het heel fijn dat jullie langskomen en hier aandacht aan besteden. Want het is een belangrijk stukje geschiedenis, denk ik, van Leeuwarden. Ja. Ja, zou je kunnen vertellen van Erna ontvluchtte de oorlog in tekeningen? Van waar gaat dat over? Nou, we hebben voor deze titel gekozen omdat Erna was een Joods meisje. Dus ze zijn in november 1942 afgevoerd via Westerbork in Auschwitz vermoord. En haar tekeningen, die zijn bij toeval op een markt in Amsterdam opgedoken, zijn door iemand gekocht. En het zijn hele kleurrijke, vrolijke tekeningen. Dus wellicht, we kunnen het niet met zekerheid zeggen, maar zou het heel goed kunnen dat die tekeningen een soort vlucht van de harde realiteit zijn geweest. Want het was een meisje, ze is net 14 jaar geworden. Ze kon heel mooi tekenen. En we dachten, toen wij hoorden van deze collectie, dachten we, daar willen we heel graag iets mee doen. En waar woonde Erna in Leeuwarden in die tijd? Erna woonde samen met haar ouders. Had twee zussen, die waren aanzienlijk ouder, die waren al uit huis getrokken. Maar ze woonde op het hoekje van Swietenstraat, Baljeestraat, dus vlakbij het station. Huis zelf is in de jaren 70 al afgebroken, dus het huis is er helaas niet meer. Erna kwam uit een hele goede Joodse familie. Wat deed de familie? Wat was hun vak? De vader was samen met de broer en ook de opa waren hele grote veehandelaren. Eigenlijk de grootste veehandelaren en vee-exporteurs, vleesexporteurs van Friesland. Dus een vermogende familie. Vandaar dat ze een heel mooi huis hadden, een hoekje van Swietenstraat, Baljeestraat. En hoe komt het dat Erna is dus in feite afgevoerd, hè? Maar haar zussen zijn de dans ontsprongen. Van hoe is het in zijn werk gegaan? Ja, dat was voor ons ook wel de vraag van wat is er nu precies gebeurd? Haar zussen waren 11 en 13 jaar ouder, dus die waren aanzienlijk ouder. Die woonden ook al niet meer thuis. Ze zijn allebei ondergedoken geweest. We weten niet precies waar. Wel, een van de zussen is in ieder geval in Jorvert heeft ze ondergedoken gezeten. En na de oorlog woonden de beide zussen in Amsterdam. Dus omdat ze niet meer in het ouderlijk huis woonden, zijn ze de dans ontsprongen. En daar zit ik me gelijk af te vragen. Is deze familie van Erna Rosenberg, zijn ze nou verraden of zijn ze gewoon op een andere manier eigenlijk in de handen gevallen van de Duitsers? Nou, eigenlijk was het bekend, iedere Joodse inwoner van Leeuwarden stond natuurlijk gewoon geregistreerd. En ze zijn niet verraden. Ze zijn in juli 1942, toen is een huis al gevorderd door de Duitsers. Die hadden dat nodig. Toen hebben ze nog een tijdje bij haar oom en tante gewoond. Dat was Elisabethstraat. En eigenlijk zijn alle Joden eind 1942 zijn allemaal op transport gesteld. Die moesten via de beurs, het huidige beursgebouw, moesten zelfs een kaartje kopen voor de trein naar Westerbork. Dus heel tragisch. Ze zijn niet verraden of iets dergelijks, maar eigenlijk gewoon systematisch zijn toen alle Joden opgepakt en op transport gesteld. Toen Erna op transport ging, is alles gedocumenteerd. En hoe hebben jullie kunnen achterhalen wat exact met deze familie gebeurd is? Nou, in Nederland wordt alles heel goed geregistreerd. En we zitten hier in een archief en we kunnen vrijwel heel veel documenten terugvinden. Dus we weten bijvoorbeeld dat ze in 1941, ze zat op de Hofschool, een prestigieuze school. Daar mochten Joodse leerlingen mochten op een gegeven moment niet meer naar het openbaar onderwijs. Daar hebben we documenten van. Dan gaat ze naar een andere school, de Joodse school. We hebben documenten dat in juli 1942 het huis door de Duitsers wordt gevorderd. We hebben zelfs een inventarislijst waarin staat wat er allemaal in dat huis stond. We hebben dan documenten wanneer ze het bevel krijgen dat ze worden opgepakt. We weten in Westerbork wordt bijgehouden van wanneer iemand kwam, wanneer ze weer vertrokken. Auschwitz, dus dat is eigenlijk wel het hele inge er ook aan. Het was helemaal heel systematisch, allemaal helemaal uitgekiend, dus alles is gedocumenteerd in die zin. Ja. Wat dat betreft, en dat vertelde je ze net ook, dat in andere landen was het lang niet zo goed gedocumenteerd en hebben veel meer Joden de oorlog kunnen overleven. Ja, dat klinkt heel raar, maar de Duitsers hebben een soort streefgetallen per land van wat er aan Duitse of Joodse inwoners was. En in Nederland zijn
echt 102.000 Joden zijn omgekomen. En dat is relatief hoog als je het vergelijkt met andere landen. Ja, en wat natuurlijk ook heel interessant is van, heb jij kunnen achterhalen met deze expositie, wie was Erna Rosenberg? Ja, dat was natuurlijk eigenlijk heel belangrijk. Je wil heel graag een beeld schetsen van het meisje. Wat dreef haar? Wie waren haar vriendinnen? Wat deed ze? En dat is heel moeilijk, omdat natuurlijk bij veel Joodse families, ook bij de familie Rosenberg, een groot gedeelte overleefde de oorlog niet. En degene die de oorlog overleefde, spraken meestal ook niet. Dat was heel pijnlijk. En ik heb nog wel gesproken met een dochter van een van de oudere zussen die de oorlog heeft overleefd. Maar die zei, ja, we spraken er eigenlijk niet over. Dus we hebben ons echt moeten baseren op de documenten. Dus bijvoorbeeld schoolrapporten, poëziealbum of poëziealbum en zulke soort dingen. En dan kun je een beetje een beeld krijgen. Nou, één ding kunnen we natuurlijk wel vaststellen. Ze was enorm artistiek, want ze heeft geweldige tekeningen gemaakt. En dit zijn ook niet zomaar tekeningen. Nee, het zijn echt, ja, ik vind het hele knappe tekeningen. Maar het leuke is, het zijn ook allemaal tekeningen die allemaal een verhaaltje vertellen. En in de jaren 30 krijg je eigenlijk het stripgenre komt een beetje op in de Leeuwarder Krant. Nou, die zullen ze waarschijnlijk gelezen hebben, kreeg je ook al stripjes. En eigenlijk zijn al haar tekeningen losse verhaaltjes. Dus soms ook met tekstballonnetjes. En je kunt ook zien dat sommige verhalen in Leeuwarden afspelen. Dus dat maakt het wel heel leuk. Ja, want ik vind het echt ongelooflijk. Want jij zei het ook al zo mooi. Ze was heel productief. Want ze heeft ongelooflijk veel geschilderd en getekend. Ja, wat wij hier, de collectie bestaat uit ongeveer 140 tekeningen. Dus dat is wat bewaard is gebleven. Wellicht is er nog meer, dat weten we niet. Zou je ook kunnen vertellen van, tot wanneer is de expositie? De expositie loopt tot 12 juli. Dus er is nog even tijd om het te bekijken. En ik zou zeker zeggen, kom langs. Nou, we willen jou natuurlijk heel erg bedanken voor dit verhaal en heel veel succes. Dankjewel en jullie ook bedankt.